Het is tijd voor een potje panna met niemand minder dan Mr. Giant Doest. Yes. Giant. Je bent Europees kampioen panna, je bent wereldkampioen panna. Waarom speelt een wereldkampioen panna niet in het eerste van Ajax of Feyenoord? Ja, ik denk dat het te maken heeft met andere disciplines. Want bij de panna voetbal gaat het om techniek en balcontrole. En bij voetbal gaat het gewoon om samenspel. Oké, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Goed. De regels zijn heel simpel. Hè? We spelen 1-1. 1 minuut, een panna is 2 punten en een doelpunt is 1 punt. We beginnen bij het team van Johnny deze keer. Wie van jullie gaat het doen? We gaan voor punten. Wie gaat het doen? We gaan voor punten, dus Manuel gaat... Manuel gaat het doen. Geen aan de bal. Kom maar mee. Kom maar. Oké, Manuel, jij mag bij dat doel gaan staan. Ja, veel plezier. Oké, en als ik fluit, beginnen we. Een bokster. Lekker Manuel! Lekker bezig! 20 seconden! Pak hem af dan! Nu! 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1! Lekker man! Ja, kijk naar de panna die we langs hebben zien komen. Kijk, daar gaat. Kijk, daar ja, toch nog één. 2-1 voor Gent tegen Manuel het Regensgoor. Wie? Robert gaat het doen. Ja. Dames en heren, hij gaat het doen. Klasse man. We zullen het zien. Neem plaats in het doel. Dames en heren, Robert de Hoog. Daar. Kom je dichtbij. Klaar? Weg! Waar gaan we gaan? Kom hier 1, 10-1. En dat betekent dat de punten gaan naar het team van Johnny! Geweldig. Applaus, Giant Doest! Hey, tot volgende week!